Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 8 graden. En binnen zit Jolanda Linders met Ben Litjens. Welkom in mijn barretje 0486. Vandaag is mijn gast Ben Litjens. Welkom Ben. Ja, dank u wel. Ja. We hebben een gesprek mogen voeren en ook de mensen thuis. We gaan beginnen. Ja, prima. Ik weet niet of je het kent, ik heb een aantal kaarten. Mm-hmm. Die leg ik hier voor jou neer. Je mag niet kijken, maar je geeft mij een kaart. Ik lees hem voor. Goed luisteren en dan antwoord geven, als het kan, zover het kan. Maar ja, dat kan wel. En het gaat er uiteindelijk om dat iedereen dadelijk in het land van Kuik weet, wie is de man achter Ben Litjens? Mm-hmm. Ja? Ja. Gaan we beginnen. Nou, pak hem maar in. Alsjeblieft. Dankjewel. Mensen denken, of er komt ze weer met die vraag, maar mediterend bij de rivier zie je plotseling een forel tegen de stroom inzwemmen. Je bewondert hem om zijn kracht en eigenwijsheid. Altijd, al lijkt het je wel heel vermoeiend. Wanneer had jij de moed om tegen de stroom in te zwemmen? Nou, dat is diverse keren geweest en ik heb er ook geen probleem mee. Want ik hou wel van tegen de stroom in. Niet het kuddedier zoals de meeste mensen benaderd worden, maar gewoon klaar er tegenin. En dat doe ik op mijn bedrijf en dat doe ik in de politiek overal. En ik heb er ook geen probleem mee om een keer daar uit te leggen tegen de mensen, te zeggen van hoor, zie je, als je dat zo doet of zo doet, dan ga je wel tegen de stroom in, maar dat is wel het goede wat je doet. En als je de andere kant uitkijkt, dan ga je niet het goede. Dan ga je de kudde achterna. Ja. En ik vind op een gegeven moment dat we allemaal samenlijk één zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Maar het moet wel goed zijn. Ja, want je zegt net, politiek en qua bedrijf. Je zit dus in de politiek. Ja. En jouw partij is? Keerpunt. Keerpunt. Gewoon keerpunt. Punt. Keerpunt, ja. Dat geldt, het is de bedoeling dat je dus ook in de raad wil komen, ja, van de nieuwe land van Kuik. Ja, zonder meer. Want hoe lang zit je al in de politiek? Van 12 jaar. 11 jaar, niet liegen. 11 jaar hier in Graven. Ja. En dan voor Keerpunt. Keerpunt, ja. Dat is ook al lang. Ja, maar ik vond het wel aardig. Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, moet iets erbij doen, want je hebt ook een bedrijf, hè? Ja, dat klopt. En mag ik vragen wat voor bedrijf je hebt? Ik wil het eigenlijk niet over mijn bedrijf hebben, want dan wordt daar weer die verbinding gelegd. Maar ik heb een... kom gewoon eens een keer kijken. Ja. En de deur staat open, dus loop naar binnen. En je ziet het. En ik vertel het gewoon zoals het is. En ik hou niet van achterbaks of stiekem of dit of dat. Ja. Nee, klaar. Oké. Okay. En als er punten zijn die de mensen willen weten, of vragen die mensen willen weten, altijd welkom. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is ook fijn dat de deur op staat. En dat je... Maar hoe lang heb je al een bedrijf? Ik ben in de Scharen, kom in 1972. En ik ben in 1968 voor mezelf begonnen. Oh, dat is 53 jaar geleden. Ja. Ik ben van 68. Daarom weet ik het ook hoor. Ja. Oh, dat is al lang. Ja. Maar niet altijd in de Scharen? Nee, ik ben in 72 in de Scharen begonnen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is ook leuk. Dat bevalt me goed. Nou, dus, lekker toch? Goeie mensen, gezellige buurt. Maar, wat je zegt, hè, over in de stroom zwemmen, ja, dat heb je dan met je bedrijf denk ik ook. Hè, precies, dat je ook echt tegen de stroom ingaat om te bereiken. Want als ik hoor dat je al zo lang je bedrijf hebt, dan ben je toch al een paar keer tegen de stroom ingezwommen. Ja, zo is dat, ja. Ja, en, dan, en ook nog met de politiek. Ja. Dus, nou, leuk hè, Ben. Ja. Volgende kaart. Alsjeblieft. Dank je. Verliefdheid of plots succes geeft je vleugels. Wat gaf jouw vleugels in het leven?
Maar dat gaf mij vleugels in het leven. Nou, het verschillende dingen. Ja, ik weet niet of het pas komt, maar ik heb normaal 1 engelbewaarder, maar ik heb er 2. Oké. En die passen heel goed in mij. Ja. En die heb ik ook nodig. Want om dat allemaal te kunnen, en het gebeurt wel eens iets, nou ja goed, dat kun je niet altijd voorkomen. En in de politiek dan zit je, ja, kan ik wel zeggen, de nacht van liedjes. En, maar daar was dan iedereen niet mee eens. Maar goed, ik vind dat, vond ik wel, stond in het verkiezingsprogramma. En dat heb ik ook netjes gedaan. Ja, en dat de andere mensen dan een beetje boos worden, ja, dat kan ik niet helpen. Maar in ieder geval, ja, dat we daar, maar zeggen, het hele stroom in zwemmen ook. Ja, en dan komen we terug op een, ja, dat klopt. Maar wat gaf jou vleugels? Wat gaf jou het gevoel dat je... dat je echt een boet kreeg, zeg maar, dat je denkt van yes, en nou kan ik de hele wereld aan. Nou, de uitslag van de verkiezingen, ja, dat ik zoveel voorkeurstemmen kreeg, ja, schrok ik zelf van. Ja. Ja, en allebei de keren is dat geweest. Ja. En nu moet ik me afwachten natuurlijk. Hè. Ja, tuurlijk. Maar we gaan ervoor, dus nou ja. Dus, maar dat gaf je wel vleugels om door te gaan. Juist. Ja, ja. Ja. Ah, dat is een goeie. Ja. Volgende. De duivel is een gevallen engel, gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschap doet jou soms struikelen? Dus met andere woorden, wat zijn je slechte eigenschappen? Of hij erin waarvan je dat, echt... Nou, dat is een slechte eigenschap aan de ene kant, dat ik niet gauw nee kan zeggen. Dus de mensen, ja, iets vragen. Ja, is dat soms een slechte eigenschap? Vind ik wel, ja. Want je kunt niet altijd daaraan, aan die belofte 100% voldoen, ja, maar je probeert het. Ja, nou ja, dat is toch al heel wat waard. Dat is zo, maar het is eigenlijk, ja, ik kan beter zeggen van dat kan niet of dit en dat, daar hou ik niet van. Dus recht voor de raap, klaar. Even denken, ja. Verder had allemaal goede eigenschap. Ja. Ja, dat kan, hè? Ik kan eigenlijk... zullen best dingen zijn die ik in andermans ogen niet goed doe. Dat zal best kunnen. Ja, maar... En dat is, vind ik ook niet erg. Nee, maar dat noem ik geen slechte eigenschap. Nee. Nee, maar het is meer voor jezelf. Hè? Van, ja. Kijk, je geeft al aan, hè? Ik ben recht voor de raap. Mm-hmm. Dus dat kan een slechte eigenschap zijn. Hè? Dat je denkt, ik kan ook wel eens tot 10 tellen voordat ik iets zeg. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dus... Daar heb ik... ik heb een paar gevallen in het ziekenhuis ook gehad. Dat heb ik ook een redtraining gehad. En dan kwam daar veel in uiting. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat je eerst het 10 moet tellen. Oh, echt een training voor gehad? Ja, dat je eerst het 10 moet tellen. Ik kwam in het ziekenhuis, er kon toch niks. Dus ik denk bij mezelf, van, nou laat ik die redtraining doen. Dan boden ze me aan. Ik denk, ja, ik word er nooit dommer van. Nee. En daar ben ik ook inderdaad nooit dommer van geworden. En ik vond het achteraf heel goed dat ik het gedaan heb. Want er lagen ook nog meer patiënten. En er waren dan 3 maanden, was dan dat gesprek. En die mensen hadden gewoon 3 maanden nog niet buiten durven te komen. En er zit zoveel angst en zoveel in, dat de hart dan weer terug naar het oude gaat, dat het niet meer goed komt. En dan denk ik met mijn eigen, ja, we leven toch, hup, knal er tegenaan. Maar je kwam in het ziekenhuis terecht. Ja, in het ziekenhuis, ja. Ik heb een paar... Ik heb een operatie gehad aan het hart en nog een paar andere dingen. Maar in ieder geval... Maar een hartaanval of een hartstoornis, of hoe noem je dat? Nou, er was een operatie en die was een hartklep. Ja. Moest gerepareerd worden. Nou, de hartklepreparatie was goed. Alleen hadden ze de kransslager er tegenuit. Hadden ze meegenomen. Oh! En dat ging fout. Nou, en toen ben ik 10 dagen van de wereld geweest. Ja. En ben toch weer bijgekomen. Ja. En ik ben toch weer de oude Ben geworden. Dus, ja, maar dat is knap. Ja, dat is ook zo, maar het was wel een hele opgave. En dan heb ik dankzij die redtraining heb ik daar gevolgd. En toen hadden we die gesprekken gehad, ook met meer mensen. Die daar ongeveer hetzelfde hadden gehad. En dan, en dan denk je ook van, mensen, waarom kom je er niet vooruit? Waarom knal je er niet tegenaan?
Die durven dus morgens het hondje uit te laten met een touw aan de deur. En het hondje wordt dan weer binnen getrokken. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, Ben, dat als jij iets, hè, dat heb je nou zelf meegemaakt, mm-hmm. hè, als je iets met je hart krijgt, hè, en dan inderdaad de fout maken dat ze ook nog iets anders erbij meenemen, dat je 10 mm-hmm. dagen van de wereld al bent geweest. Mm-hmm. Om dan terug te komen, ik kan me voorstellen, tenminste dat hoor ik dan wel van mensen, mm-hmm. dat je als persoon verander je natuurlijk, maar dat de angst... En dat is iets wat jij dus hebt geleerd, hè? Mm-hmm. Dus dat jij die trainingen daarvoor hebt gehad, dat je de angst hebt dat het weer gebeurt, dat je niet meer kunt vertrouwen op je eigen lichaam. Ja. En ik denk dat omdat je zegt, ik ben de oude Ben weer, ja, ja. Dat is super knap. Ja, daar moet je wel een hoop voor doen, maar dat vind ik niet erg. Dat hebben we van thuis uit geleerd, knokken en hup vooruit die handen. Ja, maar er zijn er niet veel, hè? Ja. Dat weet ik, dat is in de maatschappij is natuurlijk nu anders, hè? Ja, precies. Maar dat jij inderdaad toch ervoor toch die knop hebt omgezet van, nou, ik ga ervoor en ja. ik wil weer de oude worden. Ja. Ja, heel veel worden niet meer de oude, nee. omdat nee, nee. altijd die angst ja. er zal nee, zitten. Nee, dat klopt. En dat kwam ook uit die gesprekken, want bij die andere patiënten ook meer naar voren, dat daar gewoon die angst enorm leefde. Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. En dat je inderdaad tot 10 moet tellen. Dat je ja. eigenlijk niet zo druk moet maken. Nee. Ja, maar dus inderdaad, ja, van een slechte eigenschap... Ja. Hè, is dat dus wel een goede eigenschap geworden. Ja. Ja. Ja, fantastisch. Goed dat het goed met je gaat. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Deze is best leuk. Bijzondere Nederlanders... Koffie is ook lekker. Ja, hè? Ja. Bijzondere Nederlanders krijgen soms een speciaal voor hen gekweekte tulp op hun naam, voor degene die veel voor anderen betekenen. Zijn er 3 redenen te bedenken waarom jij een tulp verdient met jouw naam? Poeh, dat is geen makkelijke. Ik vind, je moet je eigen nooit de hemel in prijzen. Nee, maar... Dit is echt om jouzelf. Dus je mag jezelf nu de hemel in prijzen. Want heb jij, dat jij vindt van, oh ja, daar heb ik wel een tulp voor verdiend. Ja, ik vind gewoon de bepaalde dingen als burgerplicht om dat te doen. En als iemand anders zegt, ja, jij krijgt een tulp, dan zeg ik van prima, klaar. Dankjewel voor de tulp. Voor de tulp, maar ja. Ja, maar nou zeg je wel iets moois, hè? Je zegt, dat is mijn burgerplicht. Ja. Om iets te doen. Ja. Voor anderen of voor... ja, maar dat verdient toch ook een tulp? De anderen krijgen een onderscheiding. Ja, ja. Van mij hoeven ze niks te geven. Nee, precies, maar... En een onderscheiding hoef ik ook niet. Nee, maar je krijgt een tulp op de ja, naam. Ja, een tulp, ja. Dat is toch dan ook zeg leuk? Ik netjes in de vaas. En dan zeg ik, van dat is een tulp van belletjes. Kijk! Kippen, is de Ben Litjes tulp? Ja. Ja, nou, dat kan. Ja. Maar een bosje? 3 redenen. Nee. Jij zegt wel burgerplicht. Vind ik wel een hele mooie trouwens. Dat je ook echt eraan vasthoudt. Ja, en in die burgerplicht kun je natuurlijk een hoop meer... Daar kun je veel verder uitbreiden natuurlijk, hè. En dat is precies hetzelfde als mensen komen vragen... van hoe zit dat in elkaar... net zoals ik straks zei, de deur staat open bij ons, altijd, iedereen kan binnenkomen. En als je kan helpen, dan help ik die mensen. Goed, en of het de gemeente is of andere dingen zijn, ik vind dat gewoon ook een bepaald plicht in je te hebben. Ja, maar dat hebben niet veel mensen. Nee, ja. Mensen hebben een hekel aan elkaar wordt. Ja, ook dat ja. Maar... Waar staat, je noemde net weer ook politiek gericht, gemeentegericht. Waar staat Keerpunt voor? Want... Keerpunt staat eigenlijk voor 3 belangrijke dingen. Het omgaan met de ambtenaren en met de mensheid. Dus dat de mensen... Dus die burgerplicht. Ja, de burgerplicht. Dat die mensen goed bediend worden. Ja. Dat de materies die en de vergunningen aanvragen en dat dergelijke spul, dat gewoon... veel sneller moet, veel makkelijker kan. Van niet van Jantje naar Pietje naar Klaasje en zo gaat de wereld rond. En uiteindelijk na een paar jaar kom je eens een keer ergens bij de vergunning uit. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Het duurt te lang. Duurt te lang? Ja. En dan vind ik de financiën. Vind ik ook, bij mijn eigen kijk ik daar goed naar. Maar ook tevens, ook net als bij de gemeente en dergelijke.
dan vind ik ook belangrijk dat die financiën goed in orde zijn. En dat er geen dingen uit de kast, dode lijken uit de kast vallen. Ja. En noem maar op. Dus dat, ja. En voor de verder uit, ja. Nee, maar ik vind dat wel een goede zaak. Nou, wat jij ook aangeeft, hè. En dan kom ik toch weer terug op die burgerplicht. En op jouw tulp, want het is... Dat vind je wel heel belangrijk. Dat je mensen helpt. Ja. Hè? Dat ook je plicht is, hè. Zowel ja. als ambtenaar, als burgers. Maakt niet uit. En inderdaad, die vergunningen, ja. Ik mag geen politieke voorkeur hebben, natuurlijk. Maar ik vind dat wel, als je daarvoor staat, dat het allemaal iets sneller gaat. En makkelijker. Ja, dat mensen niet jaren hoeven te wachten. Nee, en als er iets is en je staat bij de gemeente, bij het loket, dan kijk je naar de grond, er zitten hakken, die vloer nog al uitgehold, hè. Van de hakken, als je daar komt, dan is het al ho, waar begin je over? Ja. En ik vind, dan moet je zeggen van, nou, we kunnen ze op tafel zitten, we gaan het eens overleggen. Nou, die en die ambtenaar, die is voor dat en dat gebeuren, nou, die wordt erbij gehaald. Worden stukken uitgelegd. En dan moet die ambtenaar zeggen, zo en zo. Als we het zo doen, dan kan het wel. En niet zeggen, van hakken in zand, dat kan niet. En daar beginnen we mee. Dat moet eerst gebeuren. En dan denk ik dat we de helft van ambtenaren nodig hebben. Nou, maar goed. Dus dan wordt dat toch een bosje tulpen dadelijk. Minstens, hè? Nee, minstens. Een heel veld. Een tulpenveld. De volgende caravan. Even kijken. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blikkenharmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoete bergen en van een zuchtje Jeroen Bos. En we lachen, we zingen en we lachen allemaal, want daar onder de hoge bergen ligt het land. Kom maar, zowel. Dit is jouw liedje. Ja. Ik kom uit Mazenwaal, uit Puiflijk. Oh, en echt? Ik ben in 1946 geboren. Nou, we hadden thuis 12 kinderen. Cool. En we zijn allemaal goed terechtgekomen. Dus wat dat betreft is het wel, mijn ouders leven niet meer. Het is wel fijn voor mijn ouders dat ze dat ook wel weten. Dat we goed terechtgekomen zijn. En we hadden thuis een landbouwbedrijf. Gemengd of gemengd, ja. Gemengd bedrijf? Ja, gemengd bedrijf. Nou, in ieder geval, en dat, dat was ook aanpeuteren. Hè? Dus daar leer je eigenlijk van dat je al vroeg moet beginnen. Nou noemen ze dat kinderarbeid. Ja, maar dat was toen niet. Dat was toen niet. En je stond ook niet bestel, dat was ook allemaal goed wat er gebeurde. En we konden naar school, we konden alle scholen die we wilden, daar konden we naartoe thuis. Leren, dat was allemaal geen probleem, dat konden we allemaal. Dus het was ook allemaal goed, ja. En wou je gaan werken, dat was ook goed. Maar in ieder geval, als je in de vakantie thuis kwam van school, en s'avonds uit school, dan werd er ook gewerkt. En dan werd er gewoon verlangd. Maar dat vond je niet erg. Nee. Soms wel, en dan ging je vriendje spelen en dan moest jij weer iets doen thuis. Maar goed, voor de verder rest, ja, dat had ook voordelen. En heeft iemand het bedrijf overgenomen? Ja, ondermijn, Antoon. Die heeft het koeienbedrijf genomen. Dan heb ik nog een ander broer, die zit in de varkenswereld. En dan zit er nog een in de paarden. En dan zijn de rest, daar hebben we nog een stuk of 6, 7 die bij de gemeente zitten. Hoe echt? Ja. Maar leven ze nog allemaal? Eén niet, die is dood. Die is al lang dood, die is 33 jaar geworden. En Wim, die zat in een autospal, die had een fruitbedrijf. En dat was toch wel erg, ja. Ja, dat geloof ik wel, ja. 33, dat is jong. Ja. Mooie toekomst voor zich, maar ja, goed. En met een ongeluk of ziek? Hersenbloeding. Oei. Ja. Maar de rest van de 11 is er nog? Ja, van de 12, hè? Oh, van de 12, ja. 11 over. Ja. En de behouding met de boers en zo. En ze helpen met de gemeentestukken, helpen ze ook mee. En dat is, die weet dat, die weet dat, die weet dat, en zo dat. Nou, en dan krijg je goede stukken. En dat is wel prettig. En dat is met alles. Als we elkaar kunnen helpen, helpen we elkaar. Ja, maar wonen ze wel allemaal in de regio? Mazenwaal? Mazenwaal, ja. Mazenwaal, ja. En ze zijn wel een beetje verspreid over Nederland.
Oké, maar ze hebben allemaal een bedrijf? Of niet? Nee, niet allemaal een bedrijf. Ze hebben allemaal wel een stuk of 6, 7, met mijn zusje erbij. Die waren 8 jongens en 4 meisjes. Die zitten ook bij de gemeentes, en et cetera. Dus die helpen ook. En terug te komen op Wim dan, hè, wat jij aangeeft, 33 jaar. Had hij kinderen? Dat bedrijf al voort is gezet? Nee, die kinderen waren nog te jong. En het is wel in de familie van zijn vrouw gebleven. Dus het is wel voortgezet daar. Oké. En dat is nog steeds. Ja, maar dat is ook een fijn idee. Dat is ook een fijn idee. Ik bedoel, wat hij op heeft gebouwd, weet je al. En dan zo jong eruit, in dit geval. En ja, nee, dat is... maar fijn dat ze allemaal goed terecht zijn gekomen. En dat er dus nog zoveel over zijn. Ja, het zonder zo meer. Dat is prachtig. Ja. En dat je ook nog een hecht gezin bent. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Dus daar mag je trots op zijn. Ja, dat hebben we ook. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Nee, ik heb er nog één. Oh. Ja, die wilde ik, maar toen kwam Maas en Waal. Hè? Ja. Dat is natuurlijk pas heel belangrijk. Ja. Hè? Even kijken. Op een stille herfstnacht verschijnt de maan hoog in de horizon. Ze heeft geen vurige stralen die alles in vuur en vlam zet. Zij staat in alle bescheidenheid als een kwetsbaar hemelslichaam in de lucht en geeft zo de aardedonkere nacht een prachtige glans. Durf jij jezelf kwetsbaar en bescheiden op te stellen? Of ben je bang dat er dan iemand over je heen loopt? Nou, over me heen lopen nog niet zo gauw. Nee, dus daar ben ik niet zo bang van. Zeggen. En bescheiden opstellen vind ik eigenlijk wel een positief iets. Waarom moet je altijd naar de voorgrond treden? Je kunt achter ook goede dingen doen. Ja, maar dat zegt ook wel iets over jou, hè? Mm-hmm. Dus dat je ook bescheiden op kunt stellen, weet je wel, dat het toch wel komt. Maar mensen komen toch wel. Ja. Ik denk dat dat ook een aantrekkingskracht is. Ja, dat vind ik, denk ik ook. Ja. Ja, en dat er inderdaad over je heen gelopen wordt. Nee, dat zie ik ook niet zo snel bij jou. Nee, maar dat zal denk ik ook te maken hebben met hoe je op bent gevoed natuurlijk. Ja, hè? Ja. Dat je werken. En, dat lijkt mij wel. Ja, met mijn... Als ik zo later terugkijk, van vroeger terugkijk naar nu, dan hebben wij daar alleen maar positief mee gehad door vroeg te werken. Nou, ik denk het. Ja, ja ook en het ook gezin, met z'n allen. Met z'n allen. Kijk, en we hadden ook fruit. En we hadden koeien en we hadden varkens. Dan hadden we alles eigenlijk, in ieder geval. En we werd elkaar altijd gewoon geholpen. Ja. En ja, dat was normaal en daar ken je dat. En dat was ook wel aardig. Want doordat je elkaar kunt helpen, is daar ook die band is sterker. Ja, maar niet lullen, maar poetsen, zeg je juist. Altijd. Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een hele goede quote is. Ja. Ik denk de laatste vraag. Laatste? Ja, het gaat zo snel. Nee, we moeten nog een beetje meer doen. Ja. De wolf. De wolf. De wolf. Mm. Tijdens een pittige wandeling valt er een prachtige appel voor Franciscus voeten neer. Op het moment dat hij een hap wil nemen, ziet hij dat er een worm in de appel zit. En zegt dan tegen de appel, wat geef je mij een goed voorbeeld. Je biedt al voedsel en onderdak aan een ander schepsel. En hij legt de appel terug in het gras. Heb jij wel eens een stap terug gedaan ten gunste van een ander? Ja, dat kan ik rustig zeggen, ja. Heb al heel vroeger eigenlijk al. Ja? Ja, dat... ik moet niet altijd oude herhalen. Maar in ieder geval, we hadden ook een tante in huis. Ja. Tante Mina. Ook nog, die woonde er ook nog bij. Die woonde erbij. En er was nog, vroeger noemde mij de knecht, maar er was dan iemand die mijn moeder hielp. En iemand die mijn vader hielp. Hè. Dus de medewerkers tegenwoordig. Goed, maar in ieder geval, tante Mina, die... die ging elke morgen naar de kerk. En dan moest je tijd op zijn. En dan vond je niet altijd even leuk. En dan stap je maar een stap terug. En dan ging je met de andere minder naar de kerk. Nou, en ja, dan wordt daar... Ja, goed, toen de tijd was dat normaal. Nou is dat weer een ander leven natuurlijk. Maar dan doe je ook een stap terug. En zijn er dingen in je leven die je zegt van... Nou, dan moet ik toch eens een keer een andere vraag hoe dat precies zit. Maar je weet natuurlijk ook niet alles, hè? Nee.
dan doe je ook een stap terug en dan vraag je die man van hoe zit dat of hoe zit dat. En dan breng je dat ook naar voren toe. Ja, maar ja, nee, dat snap ik. Hè. Maar als je een stap terug, hè, stel je hebt iets voor elkaar gekregen. Ja. En je weet dat iemand anders dat ook heel graag wil, maar zelf niet voor elkaar krijgt. En zou jij dan, heb jij, ik weet niet of je daar een voorbeeld van hebt, maar heb jij wel eens iemand dat gegund, terwijl jij een stap terug hebt gedaan? Zo van, oké, laat hem maar met de eer strijken. Ja, daar heb ik geen probleem mee. Nee, maar is dat wel eens voorgekomen? Dat komt regelmatig voor. En ik vind het ook niet erg. Kijk, want op een gegeven moment van... ik hoef niet aan die bel te trekken en halleluja en om erop te doen. Dan moet een ander ook een leven gunnen en een boterham gunnen. En dat is met het werk waar we in die wereld zitten, is dat precies hetzelfde. Van, je moet ook een ander iets gunnen. En maar het zegt iets over jou, hè? En niet alles zelf willen. Nee, maar het zegt wel iets over jou. Ja. Daar laat ik het nu over. Ja, zeg maar jij. Maar nee, maar echt... ik vind dat zegt iets over jou. En wat ik wel ook heel mooi vind, is dat... Ik denk dat mensen in het land van Kuik nu de andere kant van mijn liedjes hebben leren kennen. Ja. En dat... Als me dat nog niet duidelijk is, dan kunnen ze rustig aankomen. Dan kunnen ze, want de deur staat altijd open. En de koffie is klaar. En ik ben de eerste die een keer aankomt waaien. Ja. Ik heb een cadeautje voor jou, Wen. Oh, ja. Alsjeblieft, ja, dat is de... prachtige mok. Ja. Die mag niet meenemen, hè? Nee, oh. Deze is voor jou. Ja. Ik dank jou hartelijk voor dit gesprek. Dit openhartig gesprek. Mm-hmm. Ik vond het een bijzonder gesprek. Want nou, heb ik toch wel zoiets van, oh ja, nou ken ik hem al. Ja. Dat is wel leuk. En ik bedank jou hartelijk. Want u mocht het niet zeggen, hè? Nee, je moet niet zeggen. Dus. Je. Hartelijk. Voor de koffie en voor de gezellig gesprek. Nou, dankjewel, man. Dankjewel voor het kijken naar dit barretje. En tot een volgend barretje. Dag. Tot ziens. Oh, hij is echt leuk.